Vrienden, dat zal jullie toch ook wel opvallen? Ja, toch? Ja, met die Mark Rutte. Die zie je gewoon soms hele tijden niet gewoon. Die is dan, verdwijnt gewoon van het podium. Treedt niet op. Ik bedoel, het maakt niet uit. Toeslagenaffaire, ja. Was Mark Rutte daar? Ja, nou, eigenlijk niet. Hij liet het al die anderen opknappen gewoon. Elke keer weer. Mark Rutte, die is in de leer geweest volgens mij. Bij Hans Klok. Ja, die knipt met zijn vingers en voep. Een grote verdwijntruc en weg is hij. Ja, dat is Mark Rutte. En Groningen is hij ook bijna nooit geweest. Weet je wel, als het een beetje lastig wordt en weet ik veel, dan is Rutte even niet aanwezig. Hij is niet de aanvoerder, zou ik maar zeggen. Dat als er een opstootje is op het veld, dat hij er naartoe rent. Om even, weet je wel, om mee te knokken of om te sussen. Nee, die staat heel ergens anders op het veld hoor, die Rutte. Die is er dan gewoon niet. En dat heb je nu ook weer gezien laatst met die opvang van die asielzoekers. Ja, dat mag iedereen in het kabinet, alle anderen moeten het opknappen. Ja, want ja, en Rutte die hoor je niet en die zie je niet. En ja, hij is een beetje zoals een oom, weet je wel, die we allemaal wel hebben. Een ome Wim of zo, die op zo'n feestje is en één keer... Hebben jullie ome Wim nog gezien? Nee, ja, net nog wel. Ja, nou, ik denk misschien is hij weg. Oh, ome Wim is weg. Weet je wel, dat zijn van die mensen die hebben zich gespecialiseerd om geruisloos te verdwijnen. Rutte is die ome Wim. En nu hebben we dat weer gezien. Met die stikstof, ja, horen we of zien we Rutte? Nee, nee. Als een aaltje zo glad glijdt hij overal tussendoor. En ja, en niemand kan hem pakken en hij blijft altijd maar buiten schot. Dat is Rutte. Ja, want als je nou een echte leider was geweest, hè, als je nou echt ballen had gehad, dan was hij daar naartoe gegaan, naar dat boerenprotest. En dan had hij daar eens eventjes verteld hoe het zit. Maar nee, al die tijd, heel Nederland staat in de fik. Iedereen is een enorme discussie met elkaar. En Rutte horen we of zien we niet. En dat, vrienden, dat vind ik gewoon helemaal niks. Nee, want Mark Rutte moet nu juist opstaan. En die zou zich nu moeten laten gelden. Maar nee, Mark Rutte heeft er gewoon voor gekozen. En dat is hem, vrienden. En daar moeten we dan maar genoegen mee nemen. Maar voor de mensen die VVD hebben gestemd, onthoud dit allemaal goed, hè. Bij de komende verkiezingen. Goed onthouden, hè, wat ik hier nu zeg. Ja, want Rutte is er alleen nog maar om de rit uit te zitten.